vandaag eten we spaghetti met rijk gevulde tomaatsaus. Een klassiekertje. En daar heb je voor nodig volkoren spaghetti. Rundersaucijzen, cherry tomaten, een zak roerbakmix, een fles passata, een bosje Italiaanse kruidenmix, 2 teentjes knoflook en een stuk parmezaanse kaas. We gaan dus pasta maken. Joepie! Kom, we gaan een pan water opzetten. En misschien heb je het me al een miljoen keer horen zeggen, maar pak de grootste pan die je hebt. Lekker ruim, zodat die pasta lekker zo meteen kan zwemmen in het water. En dan gaan we die alvast op het vuur zetten, zodat die aan de kook gebracht is. Als de pasta erin gaat, want dat is wel een dingetje. Ik wil zelf namelijk altijd heel graag dat mijn pasta precies op dat moment gaar is. Als de saus klaar is, zodat de pasta vanuit het vergiet eigenlijk meteen die saus in kan. Dat is echt het lekkerste, geloof me maar. Dus vuur eronder. Ja. En dan ga ik verder met de cherry tomaatjes. Ik heb hier hele mooie cherry tomaatjes op een trosje, aan een trosje. En het leuke daarvan is dat ze vaak wat zoeter zijn dan de gewone cherry tomaatjes, omdat ze dus nog even doorrijpen. En deze gaan we vandaag poffen. Precies daarom heb ik dus ook de oven vastgevormd op 200 graden. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe dat dan even gauw. En pak ook een ovenschaal erbij. En nou zie je dat ik hier 3 takjes heb. En ik probeer ze dus aan het takje te houden, omdat dat er natuurlijk leuk uitziet. Dus ik knip het even voorzichtig door met een schaar. Probeer ik er 4 porties van te maken, zodat we in ieder geval straks 4 takjes hebben die we op de pasta kunnen leggen. Joh, en als er een paar afvallen, dat is echt niet zo heel erg, hè? Maar hoe beter ze eraan vast blijven zitten, hoe beter. Goed, dit gaat de oven in. Die gaan we dus poffen. Die oven staat op 200 graden en ze hebben ongeveer een kwartiertje nodig. Want ja, wat is poffen nou eigenlijk? Poffen doe je dus in een oven. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat de tomaat in dit geval een sterkere smaak krijgt. Dus hij krijgt een wat diepere, zoetere smaak. En wat zo leuk is, ze blijven wel mooi heel. En straks gaan we dus als hele mooie decoratie op de pasta leggen. Maar je kunt dus ook poffen met een paprika bijvoorbeeld. Dat werkt ook heel goed. We gaan gehaktballetjes maken. En dat doen we met worst vandaag. Dus ik pak even een plastic plank erbij. En ik heb 4 rundersaucijzen en even een klein mesje nodig. En misschien ook even... Nee, ik haal alvast het dekseltje van de prullenbak af, dat ik in 1 keer door kan. Deze rundersaucijzen. Normaal gesproken zou je die natuurlijk gewoon bakken in de pan. Maar wat ga ik doen? Ik ga het vlees wat in die rundersaucijzen zit gebruiken om een soort balletjes van te draaien. En die balletjes ga ik bakken in een koekenpan. Dus die kun je er ook vast bij pakken. Misschien vast eventjes het vuur eronder aan, dat die vast lekker warm wordt. En in dat vlees, daar zitten natuurlijk al specerijen in. Want je zou denken, waarom gebruik je niet gewoon gehakt? Nou, daarom dus. Omdat die al op smaak gebracht is. Hij is gekruid. En de structuur van het vlees wat in een braadworst zit, is vaak ook net even anders. Dus het is heel lekker om daar eens een keertje lekkere balletjes van te maken. Het velletje trek je er zo af, zoals je ziet. En dan kun je eigenlijk heel makkelijk, je kunt het of snijden of je doet het gewoon met je handen. Huppatee, balletjes van draaien. En wat nou zo leuk is, ik heb het vandaag natuurlijk met 4 rundersaucijzen gedaan. Maar in Italië bijvoorbeeld verkopen ze dit vlees echt los. Dus zonder het velletje eromheen. Dus het is echt iets wat ze daar al heel veel doen. Nou verkopen we dat in Nederland vaak niet op deze manier. Maar je ziet het velletje eraf en dan ben je er eigenlijk ook al. En we doen het vandaag met rundersaucijzen. Maar dit kan dus ook heel prima gewoon met braadworst als je varken eet. Kipbraadworst kan ook gewoon. Dus in ieder geval een keer lekker wat anders. Nou, dan gaan we balletjes rollen. En wat ook wel fijn is van dit vlees, het is een stuk compacter. Dat is ook het verschil met gehakt. Dus je hoeft ook niet zo ongelooflijk je best te doen om er een mooi gehaktballetje van te maken. Het is eigenlijk een paar keer met je handen eroverheen en je bent al klaar. En als dat vlees nou heel erg aan je handen plakt, dat heb ik vandaag niet zo heel erg, maar stel dat dat bij jou wel zo is, maak gewoon even je handen nat onder de kraan of smeer ze in met een beetje olie. En dan rolt het vanzelf wat makkelijker.
vond ik dus een gouden tipje. Handen met koud water en dan gehakt. Ja. Ja, en wat daar ook fijn aan is, is dat je het gehakt, wat natuurlijk ook waar vet in zit, niet zo snel verwarmt. Want je handen zijn natuurlijk warm. Dus als je handen lekker koud zijn, dan blijft dat vet gewoon heel, zeg maar. En daar krijg je ook minder taaie ballen van. Dus ook als je gehaktballen draait, altijd zorgen dat je handen goed koud zijn. En dat eigenlijk alles wat je gebruikt, ook de kom waar je het gehakt in mengt, echt koud is. Kijk dan. Hoe leuk. Dit kan weg. Even handen wassen. En dan gaan we de ballen bakken in de koekenpan, die natuurlijk al lekker warm is inmiddels. Dus daar gaat een scheut olijfolie in. En ik gebruik extra vierge olijfolie. En als je het vuur niet te hoog zet, kun je daar namelijk best in bakken. Officieel zegt men niet doen. Maar ik zal je vertellen, in Italië frituren ze zelfs in olijfolie. Dus ja, ik weet dat je het niet moet doen. Daarom zet ik het vuur ook niet te hoog. Want er kunnen gewoon stoffen vrijkomen die niet zo heel erg goed voor je zijn. Maar een beetje op zachte temperatuur een beetje bakken. Ik doe het wel. De ballen gaan in de olie. We rollen ze er gewoon in. En dan ga ik deze rondom bakken. En dan lekker bruin bakken. Want in diezelfde pan gaan we zo meteen verder met de saus. Maar niet voordat je hebt meegekeken naar een recept over appels en kaneel. Denk je aan de herfst? Dan denk je aan een warm huis en een keuken gevuld met de geur van zoete appel en kaneel. Foodie Bo bakt net even een andere versie van grootmoeders appeltaart. De herfst heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik kom elke dag geregend thuis, maar dan kom ik wel hier thuis in een warm huis met huisgenoten, kopje thee erbij en lekker bijkletsen aan tafel. Ik ga vandaag een appelplaatkoek maken. Ik heb het eigenlijk zelf nog niet geprobeerd, maar ik weet zeker dat het heel lekker gaat worden en dat mijn huisgenoten dat ook zullen vinden. Ik ga taart bakken. Kom je zo proeven? Yes, ik ga even nog zo weer proeven. Ja, top. Ik roep wel. Ja, is goed. Ik begin met het deeg. Hiervoor heb ik nodig amandelmeel, bloem, bastardsuiker en boter. Je kunt het met een keukenmachine doen, maar die heb ik niet, dus ik ga het gewoon met mijn handen doen. De deeg is nu nog een beetje kruimelig, maar als ik goed heb gekneed, doe ik er nog een beetje ei bij, heel klein beetje water en dan wordt het een mooie gladde bol. Het kan zijn dat het deeg helemaal aan je handen gaat plakken. Wat je dan kunt doen is je handen even nat maken. Het deeg is nu klaar. Ik maak er een platte bal van. Die pak ik in met vers houtfolie. Zet ik hem ongeveer 2 uur in de koelkast om hem op te laten stijven. Het deeg leg je in de koelkast zodat het goed koud wordt. Met koud deeg kun je het beste werken. Wanneer de boter in het deeg warm wordt, gaat het deeg plakken. Ja, dat maakt het een stuk lastiger. De bodem van de appelplaatkoek is check. Ik ga nu verder met de vulling. Die bestaat uit amandelspijs en appels. Ook amandelspijs kun je zelf maken. Wat je dan nodig hebt is amandelmeel, suiker, 2 eieren, koekkruiden. En dit keer gebruik ik niet mijn handen, maar een spatel om alles door elkaar te mengen. Eindresultaat is een mooie, dikke amandelspijs en die zet ik even opzij. De
oven mag aan. Die stel ik in op 170 graden. En dan ga ik verder met de appels. En de appels die hoef ik voor dit recept niet te schillen. Dat scheelt mij een heleboel werk. Elstar en Jona Gold appels zijn fris en zoet van smaak. Lekker voor een appeltaart dus. Als je voor iets minder zoet wilt gaan, kun je bijvoorbeeld Granny Smith appels gebruiken. Net wat minder zoet en met een stevige textuur. Voor de appelplaatkoek gebruik ik dus ongeschilde appels. Daarom was ik ze eerst even goed. Snijd ik ze daarna in mooie plakjes, bijvoorbeeld halve maantjes vind ik mooi. En natuurlijk heb ik dan het klokhuis er eerst uitgehaald. De deeg heeft nu 2 uur in de koelkast gelegen, dus het is lekker koud. Nu kan ik de bodem gaan maken. Ik leg een bakpapiertje eerst even op de bakplaat en daar kan ik dan deeg over verdelen. Het deeg verdeel ik over de bakplaat. Doe ik met mijn handen. Je kunt ook een roller gebruiken. Let er wel op dat het deeg zo aan de randen zit dat er een mooie opstaande rand ontstaat. Nu verdeel ik het amandelspijs over de hele deegplaat. Doe ik met de bolle kant van de lepel om het mooi gelijkmatig te verdelen. Nu mogen de appelschijfjes erop. Die verdeel je mooi een beetje over elkaar, dus dakpansgewijs. Het kost even wat tijd, maar het is wel heel mooi, dus het is het wel waard. De bakplaat met de appelplaatkoek gaat nu 45 minuten de oven in. Dat spoelen we natuurlijk even door. Oeh, lekker. Oeh, het ruikt heel lekker, Mil. We zijn er nog niet helemaal. Hij moet nog even een half uurtje afkoelen. Daarna verdeel ik er als finishing touch abrikozenjam overheen. Jam verwarm ik in een steelpannetje op heel laag vuur. Goed blijven roeren, anders bakt hij aan. Als hij dan warm is, verdeel ik met een kwastje over de appels. Als allerlaatste breek ik de hazelnoten een beetje. En die verdeel ik dan over de koek. Is hij klaar? Ja, hij is klaar. Hij is klaar. Oh, die geur van appels en kaneel. Dat is toch een van de lekkerste geuren die er zijn. Kijk eens eventjes. Deze zien er ook lekker uit. Die balletjes zijn mooi goudbruin aan het worden. Ik heb er even mijn best op gedaan. En wat ik ook zo leuk vind van dit vlees, is dat het dus niet helemaal uit elkaar valt. Want hoe vaak heb je wel niet gehaktballetjes met gehakt gemaakt? En dat ze dan uiteindelijk een beetje zo verkruimelen en niet mooi rond zijn? Lady en de Vagebond zouden trots op me zijn. Ik ga verder met knoflook en lekker veel kruiden. En ik begin gewoon eens even lekker met die kruiden. Want ik ben net geïnspireerd door de appels en de kaneelgeur. En dit, jongen, dit ruikt ook zo lekker. Heerlijk, toch? Italiaanse kruiden. Een mix van tijm, salie, rozemarijn en oregano. En die kruiden kun je eigenlijk allemaal vaak heel makkelijk van het takje afrissen, noemen ze dat. Ik heb het mijn hele leven ritsen genoemd, maar het schijnt rissen te zijn. Je pakt het takje vast en je rist eigenlijk de tijmblaadjes makkelijk ervan af. Hetzelfde kun je ook bij de rozemarijn doen. En tijm is natuurlijk een stevige kruidsoort. Tenminste, de blaadjes zijn stevig. Basilicum en bieslook en peterselie zijn dat niet. En dit soort kruiden zijn dus ook heel erg geschikt om echt mee te bakken. Of in de oven te doen bij groenten of bij vleesgerechten mee te stoven. Want ze houden gewoon heel lang goed hun structuur. En basilicum en peterselie moet je eigenlijk pas aan het einde toevoegen. Gewoon echt alleen maar als smaakmaker, maar niet helemaal mee laten gaan. Want dan verliezen ze eigenlijk al hun smaak. Wat ik zelf ook nog wel eens doe, is wat ik net had met dat braadtouwtje wat je net zag. Dat hele buideltje gewoon in de pan erbij leggen. Dan kun je hem namelijk ook heel makkelijk er weer met een tang of zo uitvissen. Bijvoorbeeld als je een stoofgerecht maakt of zo. Dus dat kan natuurlijk ook altijd nog. En helemaal bij die stevige kruiden, dan haal je die takjes er gewoon weer uit. Dan zijn ze er nog. Nou, het is flink veel tijm. Het gaat lekker veel smaak afgeven. Tijm wordt in de mediterrane landen gewoon eigenlijk van de weg geplukt, letterlijk. Of daarnaast natuurlijk. Daar groeit het echt overal. Dus wij moeten het kopen, maar daar hebben ze de mazzel dat ze daar gewoon een wandelingetje maken. En dan kunnen ze het alweer lekker in hun gerechten gebruiken. In Frankrijk heb je het ook overal. En rozemarijn, zelfde verhaal. Je pakt gewoon het topje van het takje en je rist de blaadjes eraf. Ondertussen even bij de ballen kijken. Nou, dat gaat nog allemaal goed.
Ik gooi het allemaal op één hoop, want zometeen gaan we het hakken. Maar dat kun je gewoon allemaal tegelijk doen, want ze gaan ook tegelijkertijd in de pan. Dus je hoeft ze niet apart te houden. Ik zit toch echt een paar meter van je vandaan, maar ik ruik het hier. Ja, heerlijk hè? Word je er niet heel rustig van al die etherische oliën? Nou, zo meteen nog even door met de rest van de kruiden. Maar ik gooi wel alvast even de pasta in het water. Eventjes wat zout erin. En bij pastawater voeg ik altijd echt wel wat meer zout toe. Het grootste gedeelte giet je weg in de gootsteen, dus maak je daar geen zorgen over. Leuk hè? Altijd leuk om te doen. Even rammen. We gaan hier ongeveer 400 gram van gebruiken. Ik hou wel ietsjes over. En dit is volkoren spaghetti. En volkoren spaghetti is natuurlijk gemaakt van volkoren meel. En dat wordt gemaakt doordat ze het vliesje om de graankorrel heen laten zitten. Dus witte ingrediënten, witte pasta, is dus dan is het vliesje weggehaald. Net zoals bij rijst en zilvervliesrijst. Maar bij volkoren pasta wordt het er dus omheen gelaten. Waardoor die meer bite krijgt. Maar ook eigenlijk de mineralen en de vitamine beter behouden worden. En je krijgt er ook een sneller en voller gevoel van. Tenminste, ik wel. Omdat het langer duurt voordat je het verteert. Dus als je een beetje wat minder wil eten, is volkoren producten eten helemaal niet zo'n slecht idee. Nou, die ballen, die schep ik even uit de saus. Die zijn wel bijna gaar. Nou ja, saus is het nog niet, maar hier gaan we zo meteen saus in maken. Laat het bakvet in die pan zitten, want daar gaan we zo meteen namelijk de knoflook en de kruiden en de groenten in bakken. Er zit natuurlijk heel veel smaak aan die olie en die wil je echt niet kwijt. Dus schep ze er gewoon even uit. Leg er desnoods even een folietje overheen om ze warm te houden. En laat het vuur onder de pan aanstaan, want we gaan zo meteen daar verder in bakken. Stukje folie eroverheen. Dan blijven onze balletjes lekker warm. En door en terug naar de kruiden. Ik heb hier ook nog oregano. Dit is dus verse oregano. Maar oregano is dus wilde marjolein. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Het is een kruid dat nu eigenlijk weer veel minder gebruikt wordt. Maar wat vroeger in de Nederlandse keuken juist heel veel gebruikt werd. En dit is echt een kruid wat in de Mediterrane keuken voornamelijk gebruikt wordt. Nou, daar hebben we ook nog lekkere salie. Stiekem eigenlijk een van mijn favorieten. Ruikt zo lekker, hè? Daar word ik nou echt rustig van. En kijk wat een mooie zachte blaadjes ook. Ja, ja, ja. Ik ja. vind dit dus echt Italië. Heel lekker. Ja, dat is heerlijk. Dat snap ik. Mm. En wat ook wel grappig is, is dat in het Italiaans noemen ze salie salvia. En salvia komt van het Latijnse woord salvere, wat genezen betekent. Dus mocht je niet zo lekker zijn, eet een bos salie. En wie weet, komt het goed. Een bos? Ja, oké. Okay. Dat kan. En sommige mensen branden het in hun huis tegen de geesten. Dus ik ga zo eens even kijken bij de tomaten. Want misschien zijn die inmiddels ook wel gepoft. Laten we dat maar eerst even doen. Want anders is ze straks niet meer te redden. En daar is geen salie tegenop te bereiden. Nee hoor, kijk, die zijn gewoon klaar. Mooi gepofte tomaatjes. Even kijken, de kruiden. Daar ga ik gewoon lekker met het grote mes doorheen. En ik ga ze dus niet hakken, maar ik snijd ze echt. En op die manier behoud je eigenlijk de meeste smaak. Als je met een botmes door je kruiden heen hakt en ze eigenlijk kapot hakt, verlies je gewoon heel veel smaak. Dus probeer dat echt met een lekker scherp mes te doen. En dus echt te snijden en niet bam, bam, bam te hakken. En het hoeft allemaal niet tot poedervorm. Het mag gewoon lekker grof. Het geeft alleen maar lekker veel smaak. Goed, die liggen klaar. De salie ligt klaar. Dan heb ik nog knoflook. Die snijden we fijn.
En ik gebruik vandaag de witte knoflook. Maar mocht je nou een keer in de gelegenheid zijn om knoflook te kopen met zo'n paars velletje eromheen, bijna roze zijn die. Oh, dan moet je die echt kopen. Want die zijn lekker wat milder van smaak. Deze knoflook is vrij scherp, vrij sterk. Dus daar gebruik je dan weer net even wat minder van. Maar van die grote roze knoflookbollen kan je best wel veel gebruiken. En die zijn lekker zacht van smaak. En zelf vind ik die echt heel lekker. Dus als ik in de mediterrane landen kom, Frankrijk, Italië, dan probeer ik altijd zoveel mogelijk van mee te nemen. En soms zijn ze hier ook in Nederland gewoon in de winkel verkrijgbaar. Die knoflook, die gaat bij de olie die uit de saucijse is gekomen. En de specerijen gaan er ook bij, of de kruiden. Die bak ik gewoon even mee. Knetter de knetter. En zodra de knoflook ietsje zachter is geworden, kun je eigenlijk al heel gauw de groenten erbij doen. Dan hebben we Italiaanse roerbakmix. En als het goed is, ruikt het jou, bij jou nu in de keuken net zo lekker als dat het hier bij mij ruikt. Wat we ook nog even gaan doen is even door de spaghetti heen roeren, want die moet niet gaan plakken. Gaat goed. Knoflook en kruiden. Heerlijk. Misschien wel mijn favoriete ingrediënt in de keuken. Nou, oké, en olijfolie. Dan laat je deze even rustig een klein beetje wat zachter worden. Hoeft wat mij betreft echt niet te lang. Want je wil natuurlijk gewoon knapperige groenten. Kijk, als we echt op zondagmiddag een uitgebreide pastasaus gaan maken, dan mag je van mij die groenten lekker gaar meestoven. Maar bij van die snelle gerechten, als je toch niet echt langer dan een half uur hebt, dan vind ik, dan moet die groente ook gewoon knapperig blijven. Dus we gaan de passata toevoegen. En passata is eigenlijk niks anders dan een gezeefde gekookte tomaat. Je hebt in Italië natuurlijk heel erg veel tomaten. En daar worden ze natuurlijk bijna niet goed van, zoveel dat het er zijn na de zomer. En wat doen ze dan? Dan blikken ze in. Ze maken er tomatenpuree van, ze maken er passata van. En dan kun je eigenlijk het hele jaar door gewoon lekker van je tomatensaus genieten. Wat ik zelf ook wel doe, is altijd het restje uit de fles eventjes omspoelen met wat water. En dan kan dat happatee er ook bij. Dan schep je de saus even om. Dat die even wel een beetje kan doorwarmen. En dan gaan we de pasta afgieten. Want mijn Italiaanse gevoel zegt dat die gaar is. Even checken. Ik hou van al dente pasta, dus beetgaar. Dat is die. Vergiet in de gootsteen. En dan giet ik hem af. En dan ga ik hem niet helemaal droog laten worden. Eigenlijk neem ik een beetje van het kookvocht mee. Een happetee. Dat gaat zo. Bij de saus. Want je hebt me misschien wel eens met een klein kopje wat kookvocht apart zien houden. Dat doe ik namelijk vaak als ik bang ben dat de pasta te droog is. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon niet heel goed afgieten, zoals ik net heb gedaan. En dan gaat dat kookvocht gewoon blijft dan hangen aan die slierten. En dan weet je in ieder geval zeker dat je een lekkere vloeibare saus krijgt. En in dat kookvocht zit natuurlijk ook zetmeel. Want in dat water waar je pasta in hebt gekookt, is het zetmeel in het water terechtgekomen. Als je dat dan gebruikt om je pasta mee te binden of op smaak te brengen, dan krijg je dus een wat dikkere saus. Oeps. Het is maar goed dat ik geen witte jurk aan heb vandaag. En een rood pak. Goed. Deze breng ik nog een beetje op smaak. Met een klein beetje zout en peper naar smaak.
Nou, en nu heb ik de pasta natuurlijk heel kort, eigenlijk een minuutje korter gekookt dan wat er op de verpakking staat. En dat doe ik altijd omdat ik hem ook altijd nog even meewarm in de saus. Dan gaat hij natuurlijk ook nog even door. Dus je giet hem eigenlijk af vlak voordat je denkt, nu is die goed. Dan krijgt hij nu nog even een tikje in de warme saus. En dan heb je gewoon een perfecte beetgare pasta. Dat is het lekkerste. Nou, ik roer hem nog even goed door. En dan vertel ik jullie ook even wat ik morgen ga doen. Want morgen hebben we Hollandse pot. We gaan van de Italiaanse pot naar de Hollandse pot. We maken namelijk een prijsstampot met makreel. Dus weer eens wat anders. Een keer een stampot met vis. En we gaan daar lekker van die warm gerookte makreel voor gebruiken. Die gaan we zelf plukken. En die gaat lekker over die stampot heen. Wordt echt heel erg lekker. Dus haal die boodschapjes in huis. En kook morgen met me mee. Dan heb je een lekker Hollands maaltje voor de koude dagen. Ik ga er een bordje bij pakken. Ik heb hier natuurlijk de gehaktballen nog warm onder de folie. Dus die pak ik er even bij. Daar zijn ze. En met die tang lekker wat pasta op het bord. Pas op voor je rode pak of je witte jurk. Het spettert misschien een beetje. En ik heb hier natuurlijk ook nog de gehaktballetjes. Die verdeel ik vandaag gewoon lekker over de pasta. Je kunt ze natuurlijk ook door de saus heen mee verwarmen. Hè? Maar ik vind dit er gewoon leuk uitzien. Dus we doen het even zo. Eerlijk verdelen. Dat wel. En we hadden nog de gepofte tomatentakjes. Kijken of ik ze in hun geheel mee weet te krijgen. Ja. Kijk hem eventjes. Ik ga ook nog eventjes het bord een klein beetje schoonmaken. Want die vlek tomatensaus, die stoort mij. Parmezaanse kaas erbij. En het is leuk om dat met een dun schiller te doen. Dan krijg je eigenlijk een soort geschaafde parmezaanse kaas. Als je dun schiller doet, ja, kijk, zo. Mag voor mij ook raspen als je geen dun schiller in huis hebt. Maar het ziet er wel eens een keer lekker uit. En wat ik ook nog even ga doen is wat olijfolie. Daar gaat hij mooi van glanzen. En dan krijgt nog een beetje extra smaak. Nou, kijk eens eventjes. Een Italiaans feestje met vezels, met groenten. Het ziet er ook nog eens mooi uit. Dus maak even een foto van jouw eindresultaat. Vergeet daarbij niet de hashtag wat eten we. Ik ga het zelf namelijk lekker ook doen. En dan zou ik zeggen, boodschappen in huis halen. En dan gaan we morgen prijsstampot maken. Dat ziet er gewoon zelfs op beeld lekker uit. En hij is ook in het echt lekker. Geloof me maar. Maak een foto. Hashtag wat eten we erbij. En laat me weten wat jij ervan vond. Eet smakelijk.